Ons eerste doel is bekend. Ik ga samen met Max en Jamie proberen top 100 te rijden in een marathon op de mountainbike. Wat leuk dat jullie kijken naar Sirocco Cycling. In het eerste doel gaan Max, Jamie en Pim proberen top 100 te rijden in een mountainbike marathon in de Ardennen. Dit doel wordt bereikt in 10 weken tijd. Hierbij komen verschillende challenges langs, handige tips en de juiste trainingen om perfect voorbereid te zijn. Wij gaan iedere week een video plaatsen. Druk daarom zeker op de knop abonneren om op de hoogte te blijven. En volg ons op Instagram en op Strava voor alle nieuwe updates. Actie! Hallo allemaal, mijn naam is Jamie. Mijn naam is Max Goors. Mijn naam is trouwens Pim van de Klundert. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben 18 jaar en ik woon in Hoge Heide. Ik ben 25 jaar oud en ik werk voor Sirocco Personal Bikes. Ik fiets al vanaf mijn 6e jaar en ik heb de laatste jaren wat moeite met wat doelen te stellen wegens corona. Ik heb vroeger ook heel veel gekoerst, dus de ambitie was natuurlijk een beetje weg. Maar met dit doel proberen wij natuurlijk top 100 te rijden. Ik weet natuurlijk niet of het gaat lukken. Mijn mountainbike ervaringen in Ardennen zijn wat laag. Ik heb eigenlijk nog niet zo heel veel de mountainbike gereden. Dus ik ben vrij benieuwd hoe ver we kunnen komen. Ik rijd bij de wielenvereniging Willen wordt wil vooruit. Ik rijd wielerwedstrijden op de weg en ook in het veld. Ik vind het allebei heel erg leuk, maar het veld trekt mij iets meer. Mijn fietservaringen zijn nog niet grandioos. Ik heb een paar wedstrijdjes gedaan op de mountainbike. Ben nu 3 seizoenen actief met wedstrijden op de racefiets. Dus ik ben benieuwd wat mij deze marathon gaat brengen. We gaan kijken hoe wij in 10 weken tijd met de juiste begeleiding, met de juiste trainingen, zo ver mogelijk kunnen komen om dit doel te kunnen bereiken. We hebben de allereerste marathon gekozen in de Ardennen. Dit is de marathon van Hallonines. We weten nog niet precies hoe we het uit moeten spreken. Ik heb het ook even opgezocht op Google. Hallonienne, die marathon gaan we proberen top 100 te rijden. Deze marathon is 75 kilometer, dus niet overdreven lang. Wel 2000 hoogtemeters, dus we moeten aan de bak. We hebben 10 weken de tijd om te proberen om top 100 te rijden. We gaan een inspanningstest doen. We hebben een tussentijds doel gesteld. Daarnaast gaan we jullie elke week meenemen. Dus blijf je op de hoogte. Druk zeker op de knop abonneren. Zo blijf je op de hoogte van alle updates. En wij gaan proberen met een schema te kijken of het lukt om eventueel top 100 te kunnen rijden in deze marathon. Kijk, ik zit momenteel even bij mijn fiets. Ik ga jullie meenemen hoe mijn fiets er momenteel uitziet voordat we iets hebben gedaan aan de fiets. We gaan natuurlijk nog kleine veranderingetjes doen aan de fiets. Momenteel zit namelijk een vaste voorvork in. Dat gaat hem in de Ardennen natuurlijk niet worden. Dus dat gaat nog aangepast worden. We moeten nog eventjes kijken wat voor geveerde voorvork erin komt. Maar dat komt allemaal wel goed. Ik rijd met een volledig XT groep set. Ik rijd met een 34 voorblad. Een 1142 cassette achter. Die ga ik nog veranderen naar een 1146. Dan kan ik mooi mijn 34 voorblad houden voor in de Ardennen. Misschien al opgevallen, ik heb mooie bijpassende blauwe derailleurwieltjes. Mesh mooi met mijn frame. Momenteel op deze fiets hebben wij, heb ik in ieder geval, Continental Cross King banden. De kans is aanwezig dat ik die ga houden voor de challenge. Maar ik moet nog eventjes meer kijken naar wat voor soort type ondergrond het eigenlijk is in de Ardennen. Dan kan ik mijn bandenkeuze daar ietsjes op aanpassen. Maar ik ben over het algemeen zeer tevreden met deze setup, hoe dat het nu is. Mijn ervaring op de mountainbike is zeer beperkt. Toen ik klein kind was, heb ik wel wat op de mountainbike gereden. Wat kleine competities. Maar voor de rest daarna niet meer. Ben ik overgestapt naar de wegfiets en de crossfiets. Dus dit leek mij een hele leuke uitdaging na al die jaren. Ons doel voor deze marathon die we gaan rijden in de Ardennen is top 100 rijden. Dat geldt zowel voor mij, Pim, als voor Max. Zijn benieuwd of we dit kunnen gaan halen. Ook hebben we gekeken naar de vorige jaren. Hoe lang ze er ongeveer over gedaan. Snelste tijd is 2 uur en 40 minuten. Was in een droge omstandigheden. Dus dat gaat altijd wel sneller. We hebben het ook een keertje gezien in 3 uur 30. Waren wat nattere omstandigheden. Wij verwachten ongeveer een 4 uur erover te gaan doen. En dan zouden we binnen de top 100 moeten vallen. Hopen we in ieder geval.
Op deze fiets moet het allemaal gaan gebeuren. Er moeten nog wel een aantal veranderingen plaatsvinden om een fiets in orde te maken voor de Ardennen. Maar we hebben een tussentijds doel gemaakt. Hierbij is het wel belangrijk dat we een vaste voorwerk hebben. Dus na het tussentijdse doel gaan we de fiets pas aanpassen. Momenteel heeft mijn fiets een vaste voorwerk. Deze gaat dus verdwijnen na het tussentijds doel. Waarschijnlijk pak ik een Rockshot. Deze voorwerken zijn prima en geschikt voor de Ardennen. Zoals jullie kunnen zien rijd ik nu momenteel met Swalbe G1 banden. Deze banden zijn prima geschikt voor een vlak en een snel terrein. Maar wanneer we naar de Ardennen gaan, is het niet geschikt om hiermee te kunnen rijden. Dus we moeten de banden sowieso aanpassen. De wielen worden misschien nog aangepast. Wanneer ik andere banden pak, is het misschien geschikt om een heel nieuw wielsetje te nemen. Zo kan ik de wielen gewoon makkelijker omwisselen. De vertanding is momenteel een 1045 van achteren. Dit is een XT cassette. Daarnaast rijd ik met een XT groepset. Het krenkstel wat ik momenteel gebruik is XTR 34. Dit blad is prima geschikt voor de Ardennen. Stilte op de set. Iedereen even turn around. Het parcours. Ja, die is 75 kilometer, zag ik in het routeboek. En plus minus 2000 hoogtemeters. Zelf hebben we natuurlijk geen ervaring, omdat we daar nog niet hebben gefietst. Dus ik ben zeer benieuwd hoe het erbij gaat liggen. En het weer zal zeker invloed hebben daarop. Wat is onze planning voor de komende weken? We willen als eerste een nulmeting doen om te kijken hoe ver we staan en natuurlijk hoeveel we nog moeten trainen. Daarnaast hebben we een tussentijds doel gemaakt, een wedstrijdje gaan we rijden. We gaan ons materiaal in orde maken. We gaan natuurlijk nog veel andere dingen doen, techniektrainingen. Uiteindelijk nog een inspanningstest op het einde om te kijken hoe ver we staan. Natuurlijk nog allemaal andere leuke dingen, maar die zien jullie allemaal later in de video's. Ik ben al wel wat langer actief op de mountainbike, maar was nooit iets serieus. Dus ik ben benieuwd wat mij deze marathon gaat brengen. Ik heb hiervoor 2 wedstrijden eerder gedaan op de mountainbike, dus ik kan alleen maar beter worden. Mijn ervaring op de mountainbike is minimaal. Ik heb de laatste jaren wat meer op de mountainbike gereden, omdat ik mijn crossfiets weggedaan had. Vroeger reed ik heel veel op mijn crossfiets en op mijn racefiets. Sinds mijn crossfiets weggegaan is, heb ik een mountainbike gekregen. Op deze mountainbike heb ik wel wat competities gereden, maar dat is allemaal in Nederland, een uurtje wedstrijd. Dus natuurlijk niet te vergelijken met een marathon in de Ardennen. Zo, ik zit hier bij mijn mountainbike om jullie te laten zien hoe mijn mountainbike er momenteel nog uitziet. Zoals jullie kunnen zien heb ik nog een vaste voorvork. Deze ga ik uiteraard nog vervangen naar geveerde voorvork, omdat het wat beter is voor de afdalingen. Ook heb ik als enige van ons drie een triple van voor. Dit geeft mij iets meer keus, zodat ik wat lichter kan schakelen de klimmetjes omhoog. En voor de rest is mijn fiets volledig afgemonteerd met Shimano SLX. Dan als afsluiter. Wij gaan niet met z'n drieën. Wesley Floren gaat mee als personal trainer. Daarnaast gaat hij inspanningstest doen bij ons. Hij gaat ons perfect voorbereiden om top 100 te rijden in de marathon. En Kelvin Baks gaat mee. Kelvin Baks is een regionale topper op de mountainbike. Hij weet alles van marathons rijden. Hij heeft meerdere marathons gereden op de mountainbike. Dus hij kan ons perfect voorbereiden om eventueel top 100 te kunnen rijden in dit doel. Ik wil zeker niet te volgen op Instagram en op Strava voor kleine sneak peeks of de trainingen die we gedaan hebben. Hier zie je de Instagram van Pim, van mij en van Jamie. Hier ook nog de van Scirocco. Dus vergeet zeker niet deze te volgen om up-to-date te blijven. En vergeet zeker niet ons op Strava te volgen om te kijken hoe wij trainen richting ons doel. En als allerlaatst, vergeet zeker niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker niet te abonneren op het YouTube kanaal van Scirocco Cycling om wekelijkse updates te krijgen over ons doel. Zet zeker ook het belletje aan, dan krijg je een notificatie als Scirocco Cycling weer een video heeft geüpload. En tot volgende week. Doei doei. Doei doei. Fanga. Staat dan gewoon op film nou, hè? Ja. Ik naai mijn eigen hiermee. Ja.